In mijn praktijk zet ik mijn honden in om mensen de spiegel voor te houden. Honden kunnen namelijk razendsnel een situatie inschatten. En ze kijken als het ware gewoon dwars door alles heen. Jurag is een hele stevige hond. Staat stevig op haar pootjes, kiest haar eigen weg. En trekt zich eigenlijk niet zo heel veel van anderen aan. En ze vindt eigenlijk heel veel dingen leuk. En Joy is een hond die is heel gevoelig voor spanning. En als ze spanning voelt, dan blaft ze de hele wereld aan. Door zelf in de spiegel van mijn eigen honden te kijken, maken zij mij bewust van mijn gedrag. En zo daagt Jurag mij bijvoorbeeld uit dat ik mijn eigen weg te kiezen heb, mijn eigen keuzes te maken heb. Ook als ik weet dat een ander die keuze niet begrijpt. En Jurag heeft mij ook geleerd dat ik mijn grenzen moet aangeven. En dat als ik mijn grenzen niet aangeef, ik niet kan verwachten dat een ander mijn grenzen respecteert. En Joy heeft mij geholpen om te zien dat ik soms een muur om me heen zet als ik onzeker en gespannen ben. En dat ik dan niet uitnodig tot contact. En door in de spiegel van mijn honden te kijken, leer ik en ontwikkel ik mezelf. Nou, als je bijvoorbeeld moeite hebt met het stellen van je grenzen, of als je het gevoel hebt dat je niet altijd gehoord wordt, of als de dingen je bijvoorbeeld boven het hoofd groeien, of als je het gevoel hebt dat je niet alles uit jezelf haalt, kun je bij mij terecht. En als coach help ik je dan om te gaan kijken van waar dat vandaan komt en hoe jij jouw situatie zou kunnen veranderen. En samen met Jurag en Joy laat ik je ervaren hoe jouw manier van communiceren in woord en ook in je gedrag invloed heeft op het gedrag van anderen. En het allerbelangrijkste daarbij is dat Jurag en Joy en ik je daarbij eerlijke feedback geven zonder dat we oordelen. En wat je met de ervaringen die bij ons komt opdoen doet, dat bepaal je helemaal zelf.